Waarom hebben jullie zo'n volleybalschool opgezet? Omdat hier in de regio heel veel talentvolle meiden spelen bij de clubs. En wij als school toch echt wel wat extra's wouden bieden. En dit was echt een mogelijkheid om met twee handen aan te pakken. Zowel de meiden als voor Thijs Oosting, mijn collega volleybalschool trainer. Om dat volop aan te pakken. Ja, want hoe is jullie aanpak? Leidt de school daaronder? Nee, als het goed is niet. Wij selecteren de meiden in september. En de geselecteerde meiden mogen dan onder schooltijd bij ons trainen. 1 keer in de week, 2 uur lang. En dan missen ze inderdaad lesuren. Maar omdat ze zo gedreven zijn dat ze willen blijven trainen, zorgen ze dat ze die lesuren wel inhalen en dat het allemaal voor elkaar komt. Dus dat gaat echt goed. Ja, want jullie doen ook regelmatig mee met bepaalde kampioenschappen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, elk jaar wordt er tegenwoordig een WK georganiseerd. Afgelopen 6 jaar hebben we meegedaan aan de WK's in Frankrijk, Portugal was het. Dat is voor de WK scholenvolleybal onder de 18. En dit jaar staat er in april het WK onder de 15 op het programma in Kroatië. En daar gaan we ook naartoe. Dus we hebben echt wel wat te bieden voor de meiden. Ja, en denken jullie dat je daar hoge ogen kan gooien? Ja, het blijft altijd afwachten. De top 10 wat daar komt, dat zijn echt vaak nationale jeugdteams die op één school in China zitten of in Brazilië. Dus daar kunnen we echt niet aan tippen. Maar als we ergens rond de plek 10, 15 zitten, dan zijn we echt tevreden. Ja, de volleybalschool, dat is een hele grote kans voor ons. Want daardoor kunnen we onze technieken heel erg verbeteren en het is ook heel leerzaam. Ja, en jullie gaan ook nog ergens naartoe, heb ik begrepen. En wat is dat? Ja, 1 keer in de 2 jaar is altijd een WK onder de 18. Dit jaar hebben we de kans gekregen om ook nog aan het WK onder de 15 mee te doen. Op het laatste moment wel, maar dat is heel leuk. Ja, want waar gaan jullie naartoe? Kroatië. Zo, en wanneer gaat dat gebeuren? Nu ongeveer over 2 maanden, van 30 maart tot 6 april of zo. Hartstikke leuk. En wat vind jij zo bijzonder aan volleybal? Nou, het is een teamsport en je moet ook echt samenwerken om een goed punt te halen. En wat denk je? Kunnen jullie daar hoge ogen gooien in Kroatië? Nou, ik denk wel dat we sterke tegenstanders hebben, maar we gaan het altijd proberen. Hoe verbaasd was je dat je een uitnodiging kreeg om in Almelo de Herman Hufterlezing uit te gaan spreken? Verbaasd, maar ook heel aangenaam verrast. Ik was wel trots eigenlijk dat ik het mocht doen. Ja. Je hebt gezien wie er de afgelopen 10 jaar hier geweest is. Dit is de 11e keer. En dan hebben ze jou gekozen om deze 11e lezing te gaan uitspreken. Racistische beledigingen die de demonstranten in december tegen Zwarte Piet over zich heen krijgen, waren zo schaamteloos, zo vernederend, dat ik er persoonlijk misselijk van werd. En wat ik nog erger vond, mensen schaamden zich niet voor een racistische taal. Open en bloot, met naam en toenaam, camera erop. Verzet is iets wat je ook in vredestijd soms nodig is tegen situaties die je misschien normaal bent gaan vinden, maar die eigenlijk helemaal niet normaal zijn of die ook anders kunnen. Ik heb een aantal voorbeelden in de lezing genoemd over de docenten uit het primair onderwijs die in verzet kwamen tegen de lage lonen en eigenlijk het rare idee dat daarachter zat. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals een storm, een zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. De longartsen die in verzet kwamen tegen de tabaksindustrie. En over dat je ook vaker kan verzetten tegen de economische situatie die eigenlijk hartstikke oneerlijk is. Dat Shell zo weinig belasting betaalt en een gemiddeld MKB-bedrijf en een gemiddelde burger zoveel. Waarom? Van de meest sprekende voorbeelden van de afgelopen jaren vond ik eigenlijk de docenten van PO in actie. Primair onderwijs in actie. En zij vroegen eigenlijk, waarom verdienen wij eigenlijk zo weinig? Dat vroegen 3 mannelijke docenten op 3 verschillende basisscholen over heel Nederland zich toevallig tegelijkertijd af. En ze ontdekten via sociale media, via Facebook, dat ze met die vraag rondliepen.
Als je een makkelijk werk zoekt, dan moet je geen politicus worden. Dus in Nederland is het natuurlijk gewoon een kwestie van, hè, je moet de juiste coalities weten te smeden. Er is niet één partij die het grootste is. Je zal altijd in samenwerking met andere partijen moeten doen. Jaren geleden was het een hele rare vraag. Nog meer dan de helft van de Nederlanders rookte. Dus kunnen deze zaal ook nog een aantal mensen. Heel veel PvdA'ers hebben gerookt. Ik zelf ook. En u kent de beelden nog wel van het kabinet Den Uyl. Overal asbakken, sigaren, check, peuken, stoom kwam uit de vergaderkamer. Dat vonden ze toen heel normaal. Dat vinden we nu, gelukkig, niet meer normaal. Nou, in Nederland is dat echt het allerergste ongeveer naast diefstal of oplichting beschuldigd worden van betutteling. De Eerste Kamer die toetst de wetten en ook de slechte wetten. En als de Tweede Kamer ja zegt en de Eerste Kamer zegt nee, in wat voor dilemma kom je dan? Vooral het dilemma dat het dan langer duurt, hè, voordat een wet, hè, dus die wet moet dan overnieuw. Verzet komt meestal tot stand omdat je je gesterkt voelt en je overtuiging samen met anderen. Natuurlijk, er zijn ook eenzame helden, maar de meeste helden zijn samen met anderen tot een heldendaad gekomen. Daarom. D66 is er voor om de uitvoering van vastgesteld beleid door de gemeenteraad te leggen bij het bestaande sportbedrijf. Dat gedoe over reorganisatie, alweer meer dan die lettergrepen, reorganisatietraject. Ik zie dat eerder als een grote kans als je dat op de juiste manier doet. Misschien moet je wel zorgen dat je dat zo goed integreert in het sportbedrijf dat daarmee de uitvoering voor alle onderdelen van de sport verenigd zijn. De besluit die u neemt waardeer ik. U maakt uiteindelijk voor de verenigingen maakt u iets duidelijk. Het verbaast me wel dat u als VVD'er in het verleden, en ik kan nog een aantal teksten boven water halen en ik ga ze niet voorlezen, voorzitter, gepleit heeft dat fase 3 toch echt door moest gaan. En u heeft hier gestaan, en ik heb op het filmpje nog even nagekeken, want die heb ik nog, zwaaiend en wijzend naar de raad dat dit door moet gaan. Men is jaren bezig geweest om de overdracht van de sportterreinen naar het sportbedrijf te realiseren. En nu is daar in één keer een ommezwaai. Hoe verklaart u die? Nou ja, het heeft al een aantal jaar stilgelegen. We hebben eerst gekeken of we het kunnen overdragen naar de verenigingen zelf. Dat is gewoon niet financieel aantrekkelijk voor verenigingen, mede vanwege de verandering in de BTW. Nou, dan kom je op het oude besluit terug van wil je na 10 jaar discussie daarover toch overdragen naar het sportbedrijf. En toen heeft het college gezegd nee, beste raad, doe dat AUB niet. En ga meer zitten op de toer van dat we de verenigingen inzetten in hun maatschappelijke betrokkenheid. En dat sportonderhoud, dat voeren wij al uit, al decennia. Dat doen we goed, dat kunnen we goed en dat blijven we dan ook gewoon doen. Van, we hebben ook gekozen, niet heel lang geleden, de raad voor een intern verzelfstandigd groenbedrijf. En daarmee heeft de raad gezegd, wij moeten binnen dat groenbedrijf zaken slimmer organiseren. En daar hoort ook bij dat je het onderhoud op de buitensportvelden daar ook onderdeel van laat zijn. Haal je die er nou uit en draag je dat over aan het sportbedrijf, dan heb je minder massa om met elkaar die efficiëntievoordelen te behalen. En er ligt een behoorlijke opgave van €880.000 op dat intern verzelfstandig groenbedrijf. En door het bij de gemeente te houden, kunnen we die bezuinigingsslag ook maken. Wie eet er 3 maal per dag? Wie eet er 4 maal per dag? 5? Oh, 6? Oh. Wat is jouw missie? Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan een gezonde Nederland. In het bijzonder een gezonde Almelo. In Almelo zijn 1 op de 5 mensen hebben te kampen met obesitas, een zware vorm van overgewicht. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren aan een gezondere generatie. Dat doe je door middel van het houden van seminars. Wat wil je met die seminars bereiken? Nou, ik wil graag mijn kennis overdragen op het gebied van voeding, energie en gezondheid. En
misschien wel ongezondheid, zoals ik dat noem. Dus ik geef seminars, masterclasses. En op basis daarvan wil ik heel graag mensen informeren over de weg naar gezondheid op mijn eigen manier. En ja, dat is wat we doen. Je hebt je overtuigingen en ideeën en ervaringen en ook allerlei soorten van onderzoek neergelegd in een boek. Wat wil je met je boek Een Gouden Boodschap bereiken? Nou, met mijn boek De Beste Verliezer, Een Gouden Boodschap wil ik graag bereiken dat ik een hele grote groep Nederlanders ga bereiken. En ik noem dat zelf hashtag DBV90. Dat staat eigenlijk voor een soort van afkorting om bij te dragen aan een generatie die op een hele gezonde manier 90 jaar wordt. En ik geloof daar absoluut in dat als je zelf het heft in handen neemt en een aantal dingen op de rit hebt op gebied van voeding, dat je dan op een hele goede manier 90 jaar wordt. En uiteraard moet je daar een beetje geluk bij hebben. Maar je hebt veel meer invloed dan mensen zelf denken. Hoe kijk je terug op je eerste Almeloze seminar? Ja, ik vond het prachtig. Ik kijk op een hele goede manier terug op de masterclass in Almelo in het Theaterhotel. Ik wilde heel graag van stad gaan in Almelo, mijn eigen hometown. En ik ben trots op deze stad. En ik zou graag een bijdrage leveren aan een gezonder Almelo. Want een gezonde Almelo levert meer energie op voor een ieder. Er komt ongetwijfeld een tweede masterclass. Waar en wanneer is die? Ja, de tweede masterclass die gaat plaatsvinden in Enschede in de bioscoop Kinepolis op 27 februari woensdagavond. Wat vindt u van de boodschap die hij brengt? Ja, wel vernieuwend eigenlijk weer. Ik heb altijd gehoord dat je inderdaad 6 keer per dag zo ongeveer moest eten. En nu blijkt dat toch wel weer minder te zijn. Dus ja. Bent u van plan om zijn boodschap een beetje in praktijk te brengen? Ik ga het zeker proberen, ja. Ja. En wat denkt u dan in het bijzonder aan? Nou, in ieder geval eerst maar eens met die 4 keer per dag starten en redelijk gezond eet ik tegenwoordig al wel, dus ja. Was het een boodschap die bij iedereen binnenkwam, denkt u? Dat weet ik niet, dat hoop ik wel. Ja, bij mij in ieder geval wel. En toch heb je deze missie op voedingsgebied. Waar komt die vandaan? Ja, ik ervaar zelf heel veel energie en ik vind het ongelooflijk mooi om die energie over te dragen op andere mensen. En ik denk aan de hand van goede voeding dat dat gaat lukken. Wat zijn je kernwaarden? Ik vind menselijkheid heel erg belangrijk. Dus een echt oprechte interesse in andere mensen. Echt liefde voor het leven. En liefde voor andere mensen. En geven in plaats van alleen maar nemen. En dat is wat ik vandaag heb geprobeerd te doen. Liever geven dan alleen maar nemen. Felicitaties en waardering voor de inzet van zoveel vrijwilligers en een groot taart kwam wethouder van Mierlo overbrengen namens de gemeente Almelo. Stichting De Club Twente won de veerkrachtbokaal van FNO. En ze wonnen dat met het seniorenprogramma Game 8 Match. Het is een maandelijks uitje voor senioren, vitaal en minder vitaal. Deze mensen worden opgehaald van huis. Mensen vanaf het platteland die komen naar Almelo toe. Die worden opgehaald door vrijwillige chauffeurs. En vervolgens komen ze hier een uurtje gamen. Actief gamen voor grote video's. Ook juist voor mensen met dementie is het een hele mooie gelegenheid om nog een activiteit te doen zoals deze. Je kunt actief gamen. Als je daar je mantelzorger bij meeneemt, dan is het helemaal een vertrouwde situatie. En wij hebben gemerkt in onze groepen, twee stellen, dat dat heel goed gaat. En we zijn ook voornemens om een project te gaan opstarten voor mensen met dementie en een mantelzorger. De club heeft een fantastische prijs gewonnen, de landelijke veerkrachtbokaal. En dat vind ik zo'n mooi initiatief. Het is heel veel vrijwilligers, vrijwillige coaches, koks, begeleiders, maar ook de deelnemers zelf. Die hebben een prachtig project opgezet, het Game, Eat and Match project. En daardoor komen mensen weer in beweging, ze komen weer onder de mensen. En dat heeft uiteindelijk een landelijke prijs gewonnen. En daar heeft de gemeente eigenlijk niks mee van doen gehad. En dat is precies de reden waarom ik hier ben. Omdat dit een initiatief is vanuit de samenleving zelf, vanuit de mensen zelf. Met heel veel passie en creativiteit. En dat vond ik een blijk van waardering waard. En daarom heb ik hier een taart gebracht vanmorgen. U bent lid van de Eermansfractie Wijnreder. Wij willen u graag vragen hoe het u bevallen is tot nu toe. Nou, het begin was een beetje moeilijk. Je moet een beetje polsen, collega's. Maar het gaat me steeds makkelijker af, vind ik persoonlijk. Ik vind het leuk om te doen. Ik kreeg ook heel veel reacties. Mensen die bellen me op. Mijn raadsvolger, die staat mij ook goed bij. Dus het gaat steeds beter. Wat vindt u het lastigst?
Ja, er zijn meerdere dingen, omdat ik er helemaal opnieuw in moet komen. Dus ik heb heel weinig leertijd gehad, dus ik moet me alles zelf aanleren. Nou. U bent als het ware in de diepe gegooid? Dat klopt, dat klopt. U kunt al een klein beetje zwemmen? Behoorlijk zwemmen al wel. Dus ik weet wel behoorlijk van hoed en de rand. Maar sommige dingen, ja, die moet ik nog even goed nalezen en even gaan rechercheren en zo. Men zegt dat het werken in een eenmansfractie veel zwaarder is dan wanneer je in een fractie zit waar je de taken kunt verdelen. Bent u het eens met die stelling? Dat klopt, want je krijgt alleen heel veel. Je moet prioriteiten stellen. Wat wil je? Wat doe je? Waar ga ik me op concentreren? Je kunt niet, zoals sommige fracties, 10, 20 dingen doen. Nee, ik moet me gaan concentreren op 1, 2, 3 dingen. Misschien 4 dingen. En dan houdt het voor mij op. Dat houdt in dat je keuzes moet maken. Dat is, je moet prioriteiten stellen. Wanneer mensen zich afscheiden, dan krijgen ze geen vergoeding meer. Stel, dat was nu ook in uw geval het geval geweest. Was u dan nog wel eenmansfractie geweest? Jazeker, want er zijn mensen geweest die op mij gestemd hebben. En bij de verkiezingen, en die wil ik niet teleurstellen. Dus ik was gewoon doorgegaan. Dus ik had wel gedaan. Huize Castello werd in circa 1900 door de toenmalige graaf van Almelo gebouwd voor zijn moeder. Het huis is gebouwd in een eclectische bouwstijl met Hollandse neo-renaissancistische en chaletstijl elementen. Van het oorspronkelijke interieur zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven. Later wordt het in vele jaren gebruikt als onderkomen voor een school voor decoratieve vormgeving. En tegenwoordig is het een kantoorpand.